Het is 11 februari, een uur voor de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Niet alleen de 24e speelronde in de keukenkampioen-divisie, maar ook een wedstrijd die volledig in het teken staat van Leon de Kogel. Een oud spits van FC Utrecht en Go Ahead Eagles, half jaar geleden betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. En vandaag de dag staat de pot onder andere in het teken van hem. Je was gespannen, hè? Ja, zo gek. Voor een wedstrijd vroeger toen ik speelde was ik eigenlijk nooit heel erg gespannen. En nu, nu speel je eigenlijk niet. Sta je soort wel aan het middelpunt. En dat, ik weet niet, dat gaf mij een soort spanning in mijn onderbuik. En heel gek, alleen nu niet meer hoor. Maar wel een lekkere spanning ook wel. Nu dus een symbolische aftrap van Leon de Kogel. Hopelijk ooit weer een echte aftrap. Al is het bij houten vier, zoals hij zelf aangaf. Mooi toegezongen natuurlijk en dat soort dingen, weet je wel, dat vergeet je niet. En dan kan je toch trots zijn misschien op jezelf, dat je toch wat hebt neergezet bij die allebei de clubs en dat je nog steeds niet vergeten bent. Paas heeft tot twee behoorlijke reddingen verricht. Lukt het hem nog een keer? Hij zit wel in de goede hoek, maar kan niet voorkomen dat Go Ahead op voorsprong komt. Ik heb natuurlijk gekeken, was misschien niet de beste wedstrijd, maar wel veel goals, dus spits geniet je daarvan. Patinama en het is 2-4. Hoe was het nou om die trap af te moeten en weer op te moeten? Ja, ik heb het niet één keer moeten doen, maar drie keer. Dus dat was best wel even pittig. Nooit vergeten, eens een Utrechter, altijd een Utrechter. Je bent een kanjer. Nou, heel erg. Ik had het verkeerde briefje ook nog in mijn zak. Ik wou iets toezeggen en had ik de opstelling in mijn zak, dus ik ken haar aan. Wegspeech. Wegspeech, ja, dat was hem. Ja, nee, het ging top. Danny Wolters, Lars Veldwijk, Bart Vriends, allemaal maatjes van je vandaag hier in Utrecht, hè? Ja, klopt, ja. Nee, dat is het mooie. Kijk, dit is misschien wel wat ik heel erg mis, weet je wel. Gewoon die kleedkamer praten en humor. En dat had ik boven gewoon weer even met al die jongens. En dat is leuk. En dat vond ik ook fijn aan deze avond. Ja, gehoopt. Ik had niet verwacht dat het zo groot zou worden. Ik had het gestart. Ik denk van nou, een paar duizend euro misschien. Maar ja, dit is gigantisch. Ik geloof dat het bijna 24.000 euro is. Ja, ik denk dat dat wel heel fijn is voor hem. Wat heeft het jou nou, los van die financiële bijdrage die natuurlijk prachtig is voor de medische kosten, opgeleverd? Nou, die kosten zijn wel grotendeels gedekt natuurlijk, wat ik heb gemaakt. En daarnaast... Gewoon een steuntje in de rug. Je kan gewoon weer verder kijken en vooruit kijken en bezig zijn met de toekomst. Daarnaast natuurlijk mijn familie, mijn kids. Kijk, ik heb natuurlijk twee kinderen en die lijden daar toch ook onder. En nu voor mij, voor de rest, is het gewoon een hele fijne avond. En het voelt allemaal heel goed. Iedereen geeft je een soort warm hart. Dus dat al met al is het een hele geslaagde avond.